Ik ben Hans Schermer, grafisch ontwerper. Ik ben Wieter Worms en ik ben fotograaf. In het stedelijk zijn 8 prints te zien van landschappen. En er zijn 4 boeken te zien. Een boek wat ik samen met Hans heb gemaakt. Ik heb een project gedaan dat heet Sept Montagnes et Moi. Ik heb daarvoor in 5 verschillende landen bergen van mijn afval gefotografeerd. Op elke berg daar heb ik restanten steenkool van meegenomen. Daarvan heb ik een pigment gemaakt en dat pigment heb ik weer verwerkt in een fotopapier. En daarmee heb ik ook de negatieven van de betreffende berg afgedrukt. Wieter begint met steenkool, dus met zwarte materie. In de donkere kamer brengt hij er eigenlijk door middel van fotografie licht in en er ontstaat een beeld. Ik was op zoek naar een soort metafoor daarvoor. Dus mijn logische startpunt was zwart papier. En daar zijn drukprocessen niet op ingesteld, dus dan moet je andere inkten gebruiken eigenlijk om tot een beeld te komen. En dat heb ik samen met Wieter en de lithograaf en de drukker, dan zijn we tot het receptuur gekomen. Dus het was echt een experiment wat we zijn aangegaan in de drukkerij.